Dit is even een testje om te kijken hoe het video van de nieuwe camera werkt. Dat is altijd wennen. Is het geluid wel goed? Is het beeld goed? Met de vorige camera kon ik niet heel veel dingen doen tijdens het video. Bijvoorbeeld niet inzoomen. Doet deze dat? Ja, dat doet hij. Dus, nou, dat is niet gek. Nou, we hopen horen hoe het geluid is. Ik heb ooit in het begin, toen er video en camera zat, had ik een hele goede camera, maar er zat een echt verrot video in. Het regent trouwens ook een beetje op het raam, motregen. Maar, dit is niet heel veel, maar daar zat heel slecht geluid in. En ja, sowieso was dat niet super, maar van die recente camera's, ja, die vorige is 12 jaar oud al, is dat toch echt goed, hè, dat video. Kijken of die ook instelt als ik close doe. Het lijkt wel zo te zijn. Maar kijk, het licht is hartstikke goed. Tine. Hi. Tine. Heb je weer honger? Martine heeft altijd honger. En Martine, moet je brokjes? Oh, spits de oren. Wat hoor je? Brokjes? Wat is dat, Tine? Kijk of die zo ook scherp houdt. Nou, dat ziet er toch goed uit, hè? Hé, hey, boefje. Hai, kijk eens in de camera, wat is dat? Jongen. Grote kat. Grote poes. Water. En nog meer water. En dit zijn de bakjes die automatisch open gaan met de versnaperingen erin. Die kan ik de hele middag door programmeren. Heb ik een stuk minder last van het beest, want ze is altijd erg drammerig. Hè? Maar ze zelf, als ze automatisch eten krijgt. Ik weet nog dat die bakjes een keer open gingen toen Simone er nog was. En Simone die had zoiets van, wauw! Die sprong op toen die deksels open gingen. Die dacht ook snel voordat er een andere kant bij is. Er loopt iemand aan de overkant. Dus we kijken hoe we dat in beeld kunnen brengen. Oh, dat gaat heel geleidelijk aan met zoomen. Niet snel. Nou, ik vind het niet gek. Rook van de buren, van de verwarming van de buren. Dan ben ik die meneer kwijt. Ah, daar loopt hij. Oef. Dit is van de fysiotherapiepraktijk, maar ik moet... als je zo inzoomt, moet je echt een statief hebben. En dat gaat echt helemaal niet gek, hè. Zie je? De apotheek daar op de hoek. Dat pauzetje in het uitzoomen, dat deed hij... Ik denk dat dat de digitale zoom was. Die is goed trouwens, want ik heb al een digitale zoom gezien waarbij je heel veel korrel kreeg. Maar dat gaat best goed zo. Nou, tevreden. Simpel cameraatje, maar doet het goed.